En dat is een zinnige titel, want dat is wel zo'n beetje de inhoudelijke boodschap die in de werken wordt uitgedragen. Het werk is geëngageerd, het gaat ergens over. In een digitaal tijdperk, met een constante stroom van informatie, is het veel lastiger om je als mens staande te houden. Welke informatie is nou van belang? Wat is triviaal? Wat is een echt feit en wat is een mening of een interpretatie van de werkelijkheid? Wat is waar en wat is nepnieuws? En wat is nou belangrijker? De slepende kwestie van de overstromingen hier in Valkenburg of de kapotte Stuwdam in de oorlog van Oekraïne? En hoe kan het dat alles duurder lijkt te worden en dat dat verband zou kunnen houden met de oorlog? En klopt dat eigenlijk wel? In veel schilderijen zien we een mensachtige wezen met heel veel ogen. Dat zie je hier eigenlijk ook. Veel ogen. Ze kijken alle kanten op en ze lijken met van alles tegelijk bezig. Het is net of dat moet nu, als je in deze tijd leeft. Zijn wij mensen nog in staat om informatie te selecteren? Kunnen we nog filteren? Zijn we echt in staat om nog iets te doorgronden? Het is dit onvermogen van de mens dat Frans centraal staat in zijn schilderij. De boodschap in de werken van Frans zijn niet eenduidig. Hij biedt dan ook geen oplossingen. Hij stelt vragen en houdt ons een spiegel voor, een spiegel van de tijd. Een mooi voorbeeld is het schilderij waarbij mensen, dat hangt natuurlijk boven, grip proberen te krijgen op iets dat een oplossing zou kunnen zijn voor een probleem. Het vaccin van een pandemie bijvoorbeeld, of het nieuwe goud, of het eeuwige leven van de steen der wijze, of misschien wel een chemische oplossing voor het neutraliseren van de uitstoot van stikstof. Kan van alles zijn. Als we een oplossing lijken te hebben, begint het grote graaien. Iedereen wil het hebben, maar werkt het ook echt? Of kijken we massaal naar de nieuwe kleren van de keizer? Het lijkt erop alsof Frans een schilderij van tevoren helemaal heeft uitgedacht. Maar dat is niet het geval. Meestal begint hij wel met een idee of een plan. Hij maakt een klein schetsje. Maar vervolgens wijkt hij gaandeweg van zijn plan af. Daarbij laat hij zich door iets toevalligs dat opborrelt tijdens het schilderen volledig inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld zien in het werk wat ook boven te zien is, Curiosity Kills the Cat. Heel mooi werk, vind ik dat zelf. Het werk begint met een idee dat mensen iets mysterieus zouden kunnen ontdekken. Iedereen is nieuwsgierig naar het nieuwe en bewaard in een bakje als een aan elkaar geschakeld wiskundig patroon is dat zichtbaar. Curiosity killed the cat is een zeer oud Engels gezegde. Veel van die verhalen kun je ook boven lezen. Hè? Frans heeft een hele mooie map met allerlei teksten. Per schilderij wordt iets uitgelegd. Maar het is een heel oud Engels gezegde uit de 16e eeuw. Het verwijst naar het gevaar van collectieve nieuwsgierigheid. Het kan leiden tot ongeluk. Deze uitdrukking borrelde in de geest van Frans op toen hij al vrij ver was met dat schilderij. Hij was gewoon begonnen en dacht op een gegeven moment gewoon, ja, dat is eigenlijk wel waar het over gaat. En die katten die er allemaal bij heeft geschilderd, hoewel dominant aanwezig, zijn dus pas in tweede instantie toegevoegd. Een schilderij van Frans begint dus met een plan, maar wordt gaandeweg bijgesteld en veranderd volgens een soort associatief proces. Vaak lijkt het eindresultaat helemaal niet meer op de eerste schets. En dat maakt het werk vaak vervreemdend, soms bijna absurdistisch. Frans werkt dus met een associatietechniek die ook in het surrealisme heel gebruikelijk was. Ook de vervreemdende sfeer in het werk, de organische vormentaal, de vervormingen in het menselijk lichaam, het cartooneske karakter van de verbeelding en het idee dat de lijn niet de contour is van een kleurvlak,
maar de kleur soms zich helemaal niks aantrekt van die lijn. Dat zijn allemaal verwijzingen naar het surrealisme. Bij Frans is echt wel sprake van een soort eigentijds surrealisme. Het is geen schilder die verwijst alleen maar naar het verleden of naar vroeger. Patronen bijvoorbeeld in zijn werk, die zijn terug te voeren naar de tijd dat hij met stoffen op de markt stond, geven menig schilderij een contrast tussen plat en ruimtelijkheid. Tussen abstractie en figuratie, en soms zie je heel duidelijk wat het is, en soms is het gewoon een abstracter patroon, of kun je die vorm niet goed thuisbrengen. Soms is zijn werk illustratief, verhalend, en soms meer autonoom, of picturaal. En bovendien zijn er ook aspecten te zien van Picasso uit de jaren 30, in die tijd van Dora Maar, in zijn werk zichtbaar. Frans citeert dus eigenlijk vrijelijk in vorm en inhoud, en hij zoekt vernieuwing in de combinatie van verschillende stijlen en zienswijzen en maakt daar eigenlijk zijn eigen verhaal van. En in die zin is hij een echte postmodernist. Ja, ik ben kunsthistoricus, dus ik probeer te duiden wat hij zo'n beetje, dacht. Een man van nu die met zijn eigen tijdgeest als uitgangspunt heeft genomen. En dat doet hij ontwapenend en met zeer veel humor. Ik wens iedereen heel veel kijkplezier en verklaar de tentoonstelling voor geopend.